Welkom bij de Sharon Chef Show. In het Food Forum koken wij het menu voor de toekomst. Dit doen wij om zo lokaal mogelijk te koken en duurzaam te koken. Deze aflevering ga ik het hebben over de Noordzeevis. Het is toch bijzonder dat wij in de Noordzee meer dan 220 soorten vis hebben. Dit gesprek ga ik houden met André en Paul. En ik heb een topkok hier naast me staan, dat is Absorn. En Absorn die helpt mij bij het koken, want dat ga ik natuurlijk ook doen. Ik ga koken met prachtige vis uit de Noordzee. André, kun jij vertellen wie je bent, wat je doet en vooral waar je vandaan komt? Ik ben André de Vries, manager van de Vereniging van Visgroothandelaren van Urk. Ik ben op Urk geweest, naar de grote visafslag eigenlijk. En toen kwam ik daar en ik dacht, ik was helemaal verliefd sowieso op Urk, want ik vind het daar prachtig en ja, ik ben dol op Urk. En toen zag ik al die mooie vissoorten waarvan ik me niet eens bewust was dat we zoveel vis hebben in de Noordzee ook vooral, of op Urk. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik denk, als ik het al niet weet, laat staan iemand die daar niet komt. Nou, het is natuurlijk al, je hebt het over de visafslag, dat is natuurlijk al uniek. Die is destijds vanaf de haven van Urk verhuisd naar een groot weiland achter de dijk. Ja. En dat is eigenlijk ook wel wat we het wonder van Urk noemen. Ja. Dat rondom die visafslag is die hele visindustrie ontstaan. Waar waar heel veel vis naartoe geïmporteerd wordt, maar ook geëxporteerd en wat de hele wereld over gaat. Doen jullie op Urk ook iets aan promotie voor lokale vissoorten? Wij als vereniging zelf niet, maar wij dragen van de vis die wij kopen op de afslagen, dragen wij een bromilage af aan het Nederlands Visbureau. Ja. En die verzorgt voor ons de vispromotie in Nederland, maar ook in Europa waar dat nodig is. Ja, want Urk is wereldwijd echt wel bekend. Ja, wij zijn de vishub van Europa, om het zo maar te zeggen. We hebben laatst een keer een optelsommetje gemaakt. En we denken dat we toch ook qua exportwaarde, qua omzetwaarde van de visindustrie op 1,5 miljard uitkomen. Ik verkoop dus hier bij Food Forum Urkervis. Dus echt vis, ja, zeg ik dat goed? Zit het helemaal verkeerd, Urkervis? Ja, vis gevangen door Urkers. Vis gevangen door Urkers, ja precies. Maar kan er op een andere manier ook, kan Floriade daar promotie voor maken, voor reclame voor maken voor de vis dat vanuit Urk komt? Het mooie aan de Floriade is natuurlijk dat hier ook een restaurant is waar jij onder andere staat. En waar de Urker vis ook bereid kan worden en gegeten kan worden. Het vis wat ik verkoop in foodvorm komt altijd van Urk. Waarom? Dat het lokaal is. Ja. Maar dat betekent niet dat, je hebt natuurlijk nog veel meer mooie vissen. Want kun je vertellen wat jij doet, Paul? Nou, ik ben Paul Eijnerhand, ik kom uit Scheveningen en ik werk bij Stichting Noordzee Vis uit Scheveningen. Want zoals je net al aankaart, 90% exporteren we. Ja. Nou, dat vonden we zonde. Dus met de visafslag van Scheveningen zijn we toen Stichting Noordzee Vis uit Scheveningen op gaan richten. Om te kijken van, kunnen we het product Noordzee Vis beter vermarkten. En wat wij dus in eerste instantie zijn gaan doen is visboeren helpen. Om het assortiment Noordzee Vis in de viswinkel beter aan te kunnen geven. Daarnaast zijn we ons gaan focussen op horeca, om hun dus advies te geven op menukaarten en weet welke viskarten bijvoorbeeld in plaats van tonijn gebruiken, et cetera. En als laatste zijn we ons gericht op de consument, om hun dus om voor hun kookboeken te schrijven. En zodoende dus de vraag naar Noordzee Vis en het aanbod Noordzee Vis een beetje meer bij elkaar te brengen. Paul, jij hebt ook mooie vis meegenomen voor mij, nieuw, want deze komen dus niet van Urk dit keer, maar uit Scheveningen, vers gehaald. Wil je er iets over vertellen, over de vissen? Ja, nou, deze vis is vanochtend op de afslag van Scheveningen aangevoerd. Ja, ik ga ze er even bij halen, want dit is toch wel... Ja. Ik ook heel eerlijk zeggen, als ik dus als leek niet zou weten hoe lekker dit zou worden, zou ik denken, wat moet je ermee? Ja, nou, dit is inktvis. Ja, dat zie ik. Ik zie het gelijk allemaal gerecht. Dit is zo fantastisch. Zijn verbaasd als ik zeg dat het eigenlijk gewoon een Nederlands streekproduct is. Weet je wat mijn moeder laat zei? Dat de Noordzee de schoonste zee is van de wereld. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt. En de best beheerde zee. Nou. Qua visbestanden en... Ook gelijk, het is een beetje glibberig. Ja, het is de schoonste zee ter wereld, maar ook de meest gereguleerde zee ter wereld. Ja, maar dat is toch, dan hebben we toch echt een verkeerd beeld met wat er eigenlijk gebeurt in de Noordzee. Want er zegt ook, het wordt overbevist van alle vissers die ik heb gesproken. Zeggen, er is genoeg vis. Wat kunnen wij eraan doen dat mensen en meer vis gaan eten? Weet je, ik ga er gewoon lekkere dingen erbij maken. Helaas kunnen ze dat thuis niet proeven, maar ze kunnen het wel namaken. Ja. En wat ik soms tegen maak, gaan jullie zeggen, het is amazing, het is fantastisch. Nee, maar dat wordt het sowieso, want het is gewoon mooie vis. Maar hoe kom je nou aan deze verse vis? Hoe je eraan thuis? Komt? Ja.
Daar moet je naar vragen bij jouw visspecialist. Wel hè? In het dorp, ja. En hoe meer mensen erom vragen, hoe sneller het komt. Want deze... Wat heb je hier? Ja, dit is wijting, het broertje van de kabeljauw. Ja. En mensen zeggen vaak vis is duur, hè? Maar dit is wijting. Dit is, het kost een fractie van de prijs van kabeljauw. En kenners, hè, die kiezen wijting liever dan kabeljauw. De oorspronkelijke lekkerbek wordt hier ook van gemaakt. Oh, oké, dan ga ik ook weer wat leren. De oorspronkelijke lekkerbek is van wijting? Ja. En dit is ook het allerlekkerste stukje lekkerbek. Als je echt van, waar? Van wijting hebt. Ja, daar ga ik zo meteen een lekkerbekje van maken, want ik weet wel hoe je lekkerbekje moet maken. Ja, mensen kennen alleen het geëikte uit de Noordzee. Hè? Als je vraagt Noordzee, dan kennen ze kabeljauw, tong, schol, makreel en haring. Ja. Maar er zwemt zoveel meer. Denken ze aan... daar komt hij. Ik pak hem erbij. Ja want ik durf er bijna niet mee te lopen. Ik vind het gewoon een beetje eng. Ik zal hem even pakken. Ja, dat durf dit ik dus niet. Dit is Pieterman. Dat noemen ze ook wel de kogelvis van de Noordzee. Als je hier dan zo ziet, achter zijn kop, daar zitten stekels. En als je daaraan prikt, dan wordt er gif in je hand gespoten. Ja, en dat doet heel veel pijn. Ik heb wel eens meegemaakt in de vishandel. Daar stond ik bij een viswinkel. Dat die man zich eraan gestoken. Ging die helemaal met dubbele tong praten. Maar de vis zelf is dus niet giftig? Nee, het vlees is niet giftig. Is het vlees lekker? Heerlijk vlees. Dan ga ik deze gebruiken als ceviche. Ja. Dus ik ga hem ook rauw bereiden. Ja. Nog nooit gehad. Nog nooit gehad? Heel veel kijk, dan gaan we jou verrassen. Ja, wat mij betreft kan dit echt al bij sterrenrestaurants op de menukaart komen. Oh echt? En dit zijn dus allemaal heerlijke visjes te krijgen vanuit de Noordzee? Ja, dit is slechts een klein deel van alle schatten die we in de Noordzee hebben. Nou, nu zal ik je vertellen, Paul. Jij hebt me net een beetje bang gemaakt met de Pieterman. Ja. Dus ik zou het heel fijn vinden als jij nou de vissen schoon gaat maken. Dan ga ik er wat leks mee maken. Ja, nou prima, gaan we top doen. Top deal, hè? En dan toch, André, dan gaan we toch maar lekker eten. De schaar, even heel kort. Als je over de Urk loopt, en dan wil je nog wel eens visjes in de waslijn zien hangen. Dan hangt het schaar te drogen. Wordt dus het ook gedroogd. Echt waar? Gedroogd ken ik hem nog niet. Volgens mij flink zout. Kom, we gaan aan de slag. Ja, eigenlijk moet je gewoon altijd hele vis kopen. Zoals ik al net zei, dan zie je dat het vers is. En je kan altijd nog van wat overblijft, kan je een heerlijke bouillon maken. Ja. Nou, je herkent dus verse vis aan die rode kieven. Ja. Die helder rode... Die kun je ook opeten. Dat wist ik niet. Jazeker. Ja? Ja. Lijkt me niet zo lekker. Nee. Maar misschien kan jij me van gedachten veranderen. Nee, ja. Ja. Nou, de ogen moeten dus helder zijn. En dit zijn heldere ogen. Hij moet niet ruiken naar vis. Zie je? Nee, ruikt gewoon naar de zee. Ruikt hartstikke lekker. En als je erop drukt, met je vinger, dan moet de huid terugveren. Dus die echt zo... Ja. En als die blijft staan, dan weet je, nou, dit is niet zo vers. Dus daar herken je verse vis aan. Ja, inktvis eet ik niet zo vaak. Voor mij moet je hem hieronder afsnijden. Zo. En dit wordt altijd een zooitje. Dus dan moet je lekker erin. En trekken maar, dat trek je zo. Want wat trek je er nou precies uit? Ja, gewoon ze als ze organen en ze lichaam. Volgens mij zit er nog een... Ja, kijk, hij heeft... Hij is gelekt. Nou, er zit dus nog een visje in die hij gegeten heeft. Kijk. Oh, kijk, dit is leuk! Ja. Wow! Kijk, hij heeft mul gegeten, zie je? Nou! Ja, dat is een mooie bijvangst, hè? Zo! Ja, een mulletje in. Dat was grappig. Ja, maar dat zo'n inktvis ook gewoon zo'n heel visje weer eet. Dat is... ja, zeker. Nou, wat een verrassing. Ja. Nou, dan gaan we ook eten. Ja, gaan we die ook lekker maken, toch? Inktvis. Ja. Zeven, ik wil het nou thuis allemaal gaan oefenen, want je hebt hier nog eentje. Zeg, nou Paul, ga je gang. Superleuk, doe maar lekker. Ja, nou, zoals ik al zei, ik ben geen professionele fileerder of chef-kok. Maar iedereen kan dit leren. En daar is een hele handige website voor. Visfileren.nl. En daar staan van alle vissoorten instructievideo's over hoe je die vis dan moet bereiden. En dat heeft mij heel erg geholpen om wegwijs te worden van wat moet ik nou precies doen. Nou, lekker hoor. Ja, toch? Ik zou tegen jou zeggen, als jij je handen gaat wassen, ga ik lekker koken. Ja, prima. Allemaal mooie dingen maken. Dat is een goed plan. De ceviche is een visgerecht wat rauw gegeten wordt. Je moet wel lekker op een zuurtje aangeven. En dat ga ik doen dus met lokale producten. Wat bedoel ik nou met lokaal product? Nou, we zitten hier in de polder, hè, in de provincie Flevoland, waar Urk ook natuurlijk bij hoort. We hebben hier hele mooie uien. Dus Absor is al heel fijn een uitje aan het snijden. En ik ga appelsieder gebruiken.
Dit is echt mooi hoor. Mooie pure appelazijn. Net zoveel dat hij net eventjes wat onder, echt flink onder ligt. En eigenlijk gaat dit zure van de appelazijn die vis een soort van garen eigenlijk ook. Hè? De schaar. Heel simpel doen. Ik heb hier een mooie plaat. De goede baklaag. Wat koolzaadolie, hou ik het ook lokaal. Klein beetje roomboter. Visje moet zwemmen. Dit vind ik echt altijd dé combinatie. Als ik gebakken roomboter, vis, gewoon olie en roomboter. Die hou ik ook heel simpel. Ik heb hier gewoon wat bloem. Ook lokaal kunnen krijgen. Ja, ik ben echt wel heel erg blij dat ik in de provincie Flevoland woon. En werk. Want we hebben hier zoveel. Dan hoor je het, dan gaat hij bruisen. Tik hem eventjes af. Dan gaat hij erin. En echt gewoon ongeveer 3 tot 4 minuten aan beide kanten dat hij mooi goudbruin wordt. Top. En dan nemen we die inktvis. En dan ga ik een van mijn favoriete gerechten maken die heel veel in Zuid-Amerika ook gegeten wordt. Ik snij de inktvis in ringen. En dan gebruik ik een wok. En dan ga ik hem gewoon bakken en een beetje stoven. Dat is echt ontzettend lekker. Dan heb ik hier een wok aanstaan. En ook hier gebruik ik weer een scheutje koolzaadolie. Een flinke scheut. Uitje, tomaatje erbij. Lekker wokken. Wat komijnpoeder en wat korianderpoeder. Ruikt wel lekker. En die bak ik dan mee. Op het moment dat je het gaat bakken komen, die smaken nog beter tot z'n recht. Dan gaat de inktvis er al snel bij. Dus je kan zo zien dat die inktvis heel snel klaar is. Nog een klein beetje olie erbij. Het platte peterselie voeg ik er nog aan toe. En wat zout. En inktvis hoef je dus helemaal niet lang te bakken. Op een gegeven moment slaat hij wit en is hij gewoon klaar. Ongeveer, nou wat zou het zijn? 2 minuten. Verder met de rode poom. Boter gaat bruisen. Leg ik hem in de pan, de onderkant. Dan ga ik hem rondom goudbruin bakken. Ik doe er verder niks aan toevoegen. Op het moment dat hij bijna klaar is, blus ik hem af met een flinke scheut witte wijn. Blus hem snel af. Die erin. Klein beetje kookroom. Heeft Absor nog wat courgettes gesneden, doe ik in de saus erbij. Die gewoon eventjes warmer kan worden, wordt hij net eventjes beter gaar. De schaar. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Kijk, alsjeblieft. Het ziet in ieder geval verrukkelijk uit. Dat is één. En helemaal, het is natuurlijk krokant gebakken en het smeuïgheidje van de puree erbij. Oh, dat is echt lekker, ja. Wat vind je ervan, van de inktvis? Lekker. Nou, hij is goed. Hij is nog een beetje stevig, maar ook... Kort bakken. Ja. Wat zijn kenmerken van een ceviche? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het gewoon zo leren maken. Het gaat om het rauwe vis dat gezuurd is. Maar ik zeg altijd, elke cultuur heeft zijn eigen echte recepten. En dit is dus niet een echt traditioneel recept. Maar wel super lekker en lokaal. Vind je het lekker, André? Ja, lekker. Want je houdt niet van haring. Maar dit komt toch wel stiekem een beetje in de buurt als ik het zo proef. Nou, ik eet ook... Eigenlijk geen gerookte paling, maar gestoofde paling. Oh, goed zuur. Ja, dat vind ik heerlijk. Gestoofde schol. Ja. Dat is ook heerlijk. Grappig, hè? Maar je kunt zoveel met vis doen. Ja. En dan komt die last but not least, de prachtige rode poom. Er kunnen wel wat graadjes in zitten, hoor. En? Maar dit is ook echt heel lekker, hoor. Ja, het valt in herhaling, maar... het is weer heerlijk. Ja. Mag ik jullie echt ontzettend bedanken, André en Paul, dat jullie hier zijn geweest. Ik vond het een eer. Veel van jullie geleerd. Ja. En ik zeg, laten we met z'n allen eventjes wat meer vis uit de Noordzee eten. Dan moet het allemaal bedankt. En Absor bedankt. En voor alle kijkers, tot de volgende Sharon Chef Show.